Dag dames en heren, welkom bij de nieuwe 30-daagse weersverwachting van Weerplaza. We hebben een paar hele warme zomerdagen achter de rug. Afgelopen dinsdag werd het ruim 31 graden op sommige plaatsen in het zuiden van het land. En daarna volgden toch weer een paar buien, al ging het zwaarste onweer ditmaal langs ons land heen. Vooral Duitsland, Frankrijk, delen van België en de Alpenlanden hebben daarmee te maken. En ook de komende tijd zien we daar frequent onweersbuien ontstaan. Nou, bij ons valt dat allemaal wel mee. Ook vandaag hadden we geregeld ruimte voor de zon met temperaturen van een graad of 25. En ook de komende tijd blijft het redelijk stabiel weer. Af en toe hebben we wel een dag met wat meer buien, zoals gisteren, maar ook bijvoorbeeld dit weekend is dat het geval, afgewisseld door wat warmere dagen. En dat heeft alles te maken met een brede gordel van hoge druk, net ten zuiden van ons, komende week. Daardoor hebben we te maken met een west- tot zuidwestelijke wind die niet al te warme lucht aanvoert. De echte hitte zit nog steeds opgesloten boven het zuiden van Europa. En tegelijkertijd zien we lage drukgebieden ten noorden van ons bewegen. En af en toe komt er eentje wat dichterbij over de Noordzee, waardoor de kans op buien tijdelijk wat groter wordt. Nou, dat zien we ook op deze animatie. Een actief lage drukgebied op de rand van de kaart in de buurt van IJsland tolt daar een beetje rond. Heeft af en toe een uitloper naar onze omgeving met wat bewolking en ook enige tijd buien. Veel meer buien zien we richting Centraal-Europa dus, met daar ook een grotere kans op onweer. En die buien die bevinden zich langs het grensvlak tussen de echt hete lucht. Nou, die hete lucht gaat ons voorlopig niet bereiken. Wel is het komende week warm voor de tijd van het jaar. We zien een groot deel van Europa in de rode kleuren liggen. Zo ook bij ons. Gemiddeld 1 à 2 graden boven het langjarig gemiddelde. En dan spreken we overdag over temperaturen rond een graad of 25. Wellicht een keer een dag wat hogere waarden. Bijvoorbeeld ook aanstaande dinsdag. Dan zou het op sommige plaatsen best even richting de 30 graden kunnen gaan. Nog veel hogere temperaturen zien we rondom de Alpen, in Oost-Europa en Zuid-Europa. Daar nog altijd temperaturen van zo af en toe tussen de 35 en 40 graden maar liefst. Zeker in Italië en Spanje is dat het geval. Maar heel af en toe wordt Zuid-Frankrijk ook even meegepikt. Nou, bij ons temperaturen voorlopig niet al te heet. Begin volgende week wordt het even wat warmer met temperaturen in het binnenland van om en nabij de 30 graden. Maar verder over het algemeen waarde van de graad of 4,25 en dat is vrij normaal voor de tijd van het jaar. Wel zien we dat met name de eerste periode de nachten vrij warm zijn met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Kijken we dan komende week naar de neerslag, dan zien we in de nabijheid van dat hoge drukgebied vrij droge omstandigheden. Ja, rondom de Alpen en in Frankrijk dus af en toe wel onweersbuien, maar die maken het niet op grote schaal heel nat. Bij ons ook wel af en toe een enkele bui, maar over het algemeen ziet het de volgende week relatief droog uit met minder neerslag dan normaal. Dat zien we ook in deze staafdiagram. Dit weekend is er wel kans op een paar buien, maar volgende week over het algemeen overwegend droog weer. Alleen woensdag zou er een enkele stevige regen- of onweersbui kunnen vallen. Pas richting het eind van de termijn, vanaf volgend weekend of de week daarna, dan neemt de neerslagkans langzaam weer toe in de vorm van buien. En dat kunnen dan soms ook best wel stevige buien zijn, met kans op veel neerslag en onweer daarbij. Dat heeft te maken met dat de luchtdruk wat gaat dalen in die week. Dat zien we hier ook mooi. Een hoger drukgebied bevindt zich dan ver op de oceaan. Bij ons wordt de stroming dan toch wat vaker west tot noordwest. En een lager drukgebied boven Scandinavië krijgt dan een beetje een uitloper over Europa heen. En dat zorgt bij ons ook voor wat onstabielere omstandigheden met vaker buien. Soms dus ook met onweer en wat minder ruimte voor de zon. Niet alleen dat, maar deze luchtdrukverdeling betekent ook dat de warme lucht geleidelijk wordt weggedrukt naar het zuidoosten van Europa. En dit is een verdeling die we eigenlijk de eerste helft van juli, eind juni, eerste helft van juli, ook vaak gezien hebben. Een veelal westelijke stroming bij ons met de aanvoer van wat koelere lucht. Temperaturen dan gemiddeld rond of juist iets onder het langjarig gemiddelde. En half augustus moeten we dan toch echt al gaan denken aan 20 tot 22 graden overdag en zo'n 10 tot 13 graden in de nachten. Er kan best wel eens een keer een warmere dag tussen zitten. Uiteraard, dit is slechts een weekgemiddelde, maar over het algemeen wordt het dus allemaal wel wat koeler. Niet alleen bij ons, maar in een groot deel van Noord- en Centraal-Europa is dat het geval. De begrenzing van de hitte ligt zo'n beetje bij de Pyreneeën en de Alpen. Richting Polen, ten zuiden daarvan, blijft het aanhoudend zeer warm. En op dat grensvlak komen ook frequent regen- en onweersbuien voor. Nou, dat zien we ook op deze hoogtekaart. Veel hoge druk ten westen van ons op de oceaan.
Lage druk boven Scandinavië met een uitloper over Europa. De straalstroom die daar dan vervolgens overheen ligt. En dat kan dus met name over het midden van Europa af en toe best zware buien veroorzaken. De laatste week van augustus, of toch bijna de laatste week van augustus, zien we dat het signaal voor lage druk eigenlijk nog wat verder toeneemt. Dat hoge drukgebied op de oceaan verdwijnt. Tegelijkertijd vormt zich een hoge drukgebied richting het oosten van Scandinavië en Rusland. Maar dat lijkt wel ver weg om invloed uit te kunnen oefenen op onze omgeving. Over het algemeen blijft het dan dus in grote lijnen licht wisselvallig weer. En niet al te warm, want de rode kleuren op de temperatuurkaart voor de week van 19 augustus zijn eigenlijk ver te zoeken. Nogmaals, er kunnen best een paar behoorlijk warme dagen bij zitten, maar die worden dan ongetwijfeld afgewisseld met veel minder warme dagen en dus dagen met buien. Gemiddeld genomen komen we rond normaal uit in deze periode, maar dat is nog redelijk ver weg en dat kan uiteraard nog veranderen. Maar signalen voor echt heel warm zomerweer, dat zie ik toch niet zo gauw meer terugkomen. Zeker niet gedurende langere tijd. Dat geldt alleen voor het zuidoosten van Europa nog altijd. Dat is eigenlijk deze hele zomer daar al het geval. En Spanje kleurt op deze kaart rood met temperaturen daar nog altijd ruim boven de 30 graden. Werpen we dan nog even een blik op de neerslagkaart richting eind augustus. Dan zien we dat ook dat vrij normaal verloopt. Al is dit wel een signaal voor wat meer buien dan gemiddeld genomen in de tweede helft van augustus. En dat heeft natuurlijk met dat grootschalige lage drukgebied te maken. Vooral ten westen van ons kleuren de kaarten wel groen. En dat betekent dat met name richting de Britse eilanden, het westen van Frankrijk, de buienkans toeneemt. En op termijn zou dat dan langzaam ook onze kant op kunnen komen. Zeker onder invloed van het warme zeewater. Wanneer de bovenlucht wat kouder wordt, krijgen vooral de kustgebieden in toenemende mate met buien te maken. Soms zware buien. En dat is natuurlijk een klassieke verdeling voor het vroege najaar. Voorlopig in ieder geval hebben we volgende week te maken met vrij veel ruimte voor de zon, voordat het dus wisselvalliger wordt en dus ook een paar mooie warme dagen. Ik wens u voor nu een goed weekend.